Welkom, mijn naam is Wolfgang Petmaier. Ik ben hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair en ik ben trainer bij Jump Management voor Kappers. Dit is mijn 112e vlog op zondag en deze keer gaat het erom: ben je een leider of een leider? En wat is het verschil? En wat betekent dat in de zaak of in je leven? Maar voordat ik het daarover heb, wil ik nog even iets vertellen over de vlog van verleden zondag. Nou, verleden zondag heb ik dus gevraagd aan kappers: wat is er aan de hand? Waarom zijn kappers zo onverschillig? Zou het kunnen dat kappers er niks om geven om reserves te hebben om wat geld te verdienen? Nou, ik heb 10 e-boeken beloofd aan iedereen die een korte tekst naar me toe stuurde. En die tekst ging erover van: waarom vind ik het leuk om reserves te hebben? Of waarom kan het me niet schelen om reserves te hebben en winst te maken? Nou, daar hebben dus een heleboel kappers op gereageerd. Maar ik heb nog geen e-boeken opgestuurd. Waarom? Ik had er gewoon geen tijd voor. Ik ben er niet aan toegekomen. Ik had zo'n drukke week met telefonische coachings. Het kwam er niet van. Maar ik beloof bij deze dat tot dinsdag deze week, nee, volgende week is het dan, dat ik iedereen die 10 e-boeken heb opgestuurd. Maar door de reacties die ik van jullie heb gekregen, heb ik weer een beetje moed gekregen om mijn energie verder in de kappersbranche te steken. Want soms heb ik het gevoel, kappers kennen het helemaal geen bal schelen. Want als we maar met haar kunnen spelen, of ze daarmee geld verdienen, ja of nee, maakt het niet uit. Maar ik denk, een voorzichtige inschatting, we hebben ruim 25.000 kapsalons in Nederland. En ik denk zeker dat er 500 kappers zijn die wel geïnteresseerd zijn in economisch succes. En voor die 500, ja, daar wil ik me inzetten en die wil ik helpen. En daarvoor zijn ook deze zondagvlogs. Van die 500 hebben al meer dan 300 geabonneerd op deze vlogs. Dus het gaat de goede kant op. En nu, wat is een leider? En wat is een leider? Nou, wij beginnen met de leider met de lange ei. Dit zijn mensen die hebben het vooral over problemen. Die zien ook overal problemen. Die spreken ook alleen maar over problemen. Als ik soms in kapsalons ben en ik hoor sommige ondernemers hoe ze hun klanten vertellen hoe slecht dat ze het hebben, dat moet je niet doen, want ook klanten willen altijd in zaken komen waar het goed gaat. En je moet helemaal niet vertellen dat het slecht gaat. Ja, daar kun je het een keer over hebben, maar dat klagen daarover. Dat soort leiders die zoeken ook altijd schuldigen. Als er iets gebeurt, een situatie zoals nu corona, dan zijn ze op zoek naar wie heeft er nu schuld aan. Als jij je hierin herkent, dan zou het kunnen, als je personeel hebt, dat er iemand van je medewerkers is die dan van jou de leiding overneemt. Want een leider met een lange ei kan nooit echt leiding geven. Dus dan zijn er medewerkers die van je overnemen. En daar moet je opletten, want dan is de zaak op een gegeven moment niet meer van jou. Ja, en dit is nu een echte leider. Een leider die het niet alleen maar over problemen heeft, maar die oplossingsgericht denkt. En je moet je ook voorstellen, dit soort mensen, die zien de problemen wel, want je moet het wel zien, je moet het wel in de gaten houden, maar die hebben het niet over de problemen, want die hebben het over de oplossingen. En deze leiders die zoeken de schuldigen niet buiten zichzelf, want ja, daar kan je wel lang zoeken. En als je ze gevonden hebt, als je ze dan vindt, hoe heb je dan invloed erop? Deze mensen vertrouwen meer op zichzelf. Die hebben oplossingen. En daar gaan ze achteraan en daar steken ze hun energie in. En dit soort leiders hebben ook altijd volgers, want die hebben een visie en die hebben plannen. Beste mensen, als je jezelf hierin erkent of je wilt dit worden omdat je een leider met een lange ei bent en je wil graag dit doen, dan moet ik je vertellen dat je een visie moet hebben en dat je plannen moet hebben. Want als echte leider weet je dat je alleen maar doelgericht kunt zijn als je ook een doel hebt. En er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, ik heb doelen, maar die heb ik in mijn kop. Ja, dat werkt allemaal niet. En ik kan je beloven
dat is wetenschappelijk onderzoek geweest, dat als je dingen alleen maar in je hoofd hebt, dat je het bijna niet kunt realiseren, want het moet op papier. Maar daar heb ik het even, daar heb ik het straks nog even over. Dit is nu een echte leider en deze leider die is ook inspirerend voor mensen die leiderschap nodig hebben. Ja, je weet nu het verschil tussen de ene leider die klaagt en de andere leider die in actie komt en zijn problemen zelf probeert op te lossen. Zo, leiders moeten dus in actie komen en plannen maken, dat doe je op papier. Dus denken op papier. En dan kun je zeggen, nou ik doe het allemaal in mijn hoofd, beste mensen, het werkt niet. Het is wetenschappelijk bewezen dat als je alleen alles in je hoofd hebt, dat je hoofd zomaar vol raakt en dat alles ronddraait en dat je er niet komt. Dan word je weer een leider met een lange ei, want je hebt een probleem. Dus haal het probleem uit je hoofd en schrijf het op. En nu weet ik ook dat wij kappers normaal gesproken niet mensen zijn die gewend zijn te schrijven. Daarom heb ik formulieren ontwikkeld. Hele simpele formulieren die je kunt gebruiken om in steekwoorden je plannen en je ideeën op papier te krijgen. En iedereen die de 10 e-boeken verleden week bij mij besteld heeft, die krijgt ook nog extra gratis formulieren daarbij. Formulieren om ze plannen op papier te krijgen. En kappers die deze week naar deze vlog luisteren en die ook die 10 e-boeken willen hebben, nou goed, die moeten een motivatie schrijven. Dat heb ik net in het begin verteld. Een motivatie waarom ze wel of geen geld willen verdienen. En die krijgen ook van mij die e-boeken gratis. En die krijgen ook de formulieren gratis. Nog even terug naar de leiders en de leiders met de lange ei en de leiders met de korte ei. Stel dat je een echte leider bent met een lange ei en je hebt personeel. En weet je wat dan gebeurt? Als je geen personeel hebt, is het niet zo moeilijk, maar als je wel personeel hebt, dan heb je een probleem. Want iemand uit jouw team zal dan, bewust of onbewust, de leiding overnemen van jou. En dan is het eigenlijk niet meer jouw zaak. En als je nieuwe medewerkers krijgt, dan is er ook weer een dominant iemand erbij, dan neemt iemand anders weer de leiding over. Dus de zaak die vliegt van de ene hoek naar de andere. Dus zorg daarvoor dat jij de leider bent, de echte leider in je zaak, en dat jij bepaalt wat er in jouw zaak, het is jouw verantwoording wat daar gebeurt. Natuurlijk kun je zeggen, ik ben de leider, het is mijn zaak, maar ik ga bepaalde dingen aan mijn medewerkers delegeren. Ik heb een zaakvoerder, zoals ze in Vlaanderen zeggen, een bedrijfsleider of leidster, en die doet dingen voor mij. Maar zorg ervoor dat de bedrijfsleidster niet haar concept in de zaak verwezenlijkt, maar jouw concept, toen het jouw zaak is. Maar hoe je dat met medewerkers doet, hoe je een echte leider kunt zijn en hoe je de medewerkers echt kunt leiden, een coach, ja, daarvoor is deze vlog niet bedoeld, dat doe ik weer in een andere vlog. Maar in elk geval kan ik je vertellen dat communicatie het middel is om alle neuzen in één richting te krijgen. En als je een echte leider bent, dan ga je communiceren. En weet je, zoek het allemaal niet te ver. Het is dichter bij jezelf. Zoek het bij jezelf. Een echte leider zoekt het niet buiten zichzelf. Die zoekt het bij zichzelf. En de communicatie, een goede communicatie, komt altijd van jou en niet vanuit het universum. Dicht bij jou zijn, met de medewerkers praten. En dat doe je door regelmatig, minimaal eens per maand, een actueel uurtje te doen. Nou, daar heb ik al heel veel over gevlogd, over een actueel uurtje. Doe ik zeker nog een keer, maar niet meer in deze vlog. Want dan wordt die te lang en dan wordt die te compact. En dat is niet de bedoeling. Beste mensen, dit was mijn 112e vlog op zondag. En ik wens je een hele prettige week en tot volgende week zondag. Dag beste mensen.